Het nationaliseren van noodlijdende banken is niet alleen noodzakelijk, het is ook wenselijk. Zo niet worden enkel de schulden gesocialiseerd. En dat is maatschappelijk onhoudbaar. Door banken volledig, maar weliswaar slechts tijdelijk te nationaliseren, kan je ook de winsten socialiseren. Wanneer de bank daarna terugverkocht wordt, kan die opbrengst een vergoeding zijn voor de belastingbetaler. Met deze opmerkelijke stelling besluit de Leuvense professor en econoom Paul de Grauwe zijn lecture voor het Itinera Instituut. De lecture draagt als titel Lessen uit de bankencrisis. We zijn nu volop in een proces van opvangen van de crisissen van de banken. Die dus getroffen worden door die combinatie van liquiditeit en solvabiliteitscrisis. Maar zoals ik argumenteerd heb, is daar een enorme interactie tussen. Je kunt eigenlijk nooit zeggen wat is de bron of de oorzaak. Dat kunnen we nu vandaag niet meer zeggen. Het is telkens zo'n helse interactie. En dat kunnen we op twee manieren oplossen. De centrale bank die liquiditeiten inpompen en dus een deel van die activa opnemen. En je ziet trouwens, hebben dat op fenomenale wijze gedaan. Je kijkt vandaag naar de balans van de Federal Reserve en van de Europese Centrale Bank. Die balans is ook een bubbel geworden. Hè? Die is ook verdubbeld, meer dan verdubbeld nu. Omdat die al die activa, of een groot deel van de activa van de banken heeft overgenomen om liquiditeiten in ruil te geven aan de bankiers die daarop gaan zitten, op die liquiditeiten. Die daar niks mee doen, omdat ze geen bijkomende risico's willen aangaan. En die hebben ook solvabiliteitsproblemen, dus moet je die slechte kredieten daaruit halen op een of andere manier en de belastingbetalers doen betalen. En dan kun je de banksector weer doen opstarten, maar, en dat is mijn punt, om te vermijden dat je systematisch de verliezen socialiseert en de winsten privatiseert, zeg ik, als de staat dat doet, die banken helpen en redden. Dan moeten we op zo'n manier doen dat we vermijden dat het systematisch socialiseren van de verliezen en privatiseren van de winst. En hoe kan je dat doen? Door die banken over te nemen. Tijdelijk te nationaliseren. Zodanig dat wanneer die winsten in de toekomst gerealiseerd worden en de economie weer optrekt en de banken weer winsten gaan maken, dat je dat op zak kunt steken als overheid en teruggeven aan de belastingbetalers die je aangesproken hebt in het begin om die banken te redden. Dat is eigenlijk het argument om te nationaliseren, tijdelijk te nationaliseren. Dus de bedoeling is om dat dan nadien opnieuw te verkopen. Ja, dat is eigenlijk het doel. Je wilt die winsten ergens realiseren en op die manier de zaak rechtvaardigen. Dat lijkt mij eigenlijk, zo moet het. Ik ben daar heilig van overtuigd dat je dat moet doen. Alhoewel ik zelf een free market man ben. Maar je kunt geen vrij marktsysteem hebben waarbij dat gezegd we gaan de verliezen op de kwam, kapitalisten vooruit, doe maar. Als je verliezen hebt, is het voor de belastingbetaler. En als je winst hebt, mooi daar. Kom maar, dat gaat niet. Hè? Dus we moeten redelijk blijven. En dat denk ik is onvermijdelijk dat we in die richting gaan.